Globale NAVO-expansie vergroot kans op derde wereldoorlog. De NAVO krijgt stij, steeds meer globale aspiraties. Van Europees Defensiesysteem expandeert de alliantie zich richting een mondiaal opererend politiek-militair bondgenootschap onder leiding van Amerika. Sinds de Oekraïneoorlog heeft NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg de banden met Aziatische en uh, Pacific partners sterk aangehaald en probeert de NAVO een steeds prominenter speler op het Oost-Aziatisch schaakbord te worden. De NAVO werkt daarmee actief aan een infrastructuur die de kans op een derde wereldoorlog aanzienlijk vergroot. Eind januari 2023 bezocht NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg Zuid-Korea en Japan voor overleg op het hoogste niveau over de Russische agressie waarbij men streeft naar nauwe samenwerking tussen de NAVO en haar Aziatische partners. Stoltenberg stelde tegenover de Japanse premier Kishida in Tokio: "Geen enkele NAVO-partner is dichterbij of capabeler dan Japan." Op 4 en 5 april 2023 brachten vertegenwoordigers van Japan, Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Korea de vier Azië Pacific Partners, AP4, een tegenbezoek aan het NAVO-hoofdkwartier in Brussel. Onderwerp van gesprek was niet alleen het streven van de NAVO om Japan en Zuid-Korea deel te houden van de sanctieoorlog tegen Rusland, maar ook positie te kiezen tegen China. De Belgische website China Square kwam in het kader van de beraadslaging in Brussel met een artikel onder de titel NAVO zet recrutering Japan en Zuid-Korea voort om tegen China front te vormen. Volgens Kishida heeft Japan op dit moment geen plannen om lid te worden van de NAVO, maar er wordt wel een associatiekantoor van de NAVO in Tokio geopend. China is vanzelfsprekend onaangenaam getroffen door deze nieuwe escalerende stap. De NAVO, Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. Werd na de Tweede Wereldoorlog in 1949 door twaalf landen uit Europa, waaronder Nederland en Noord-Amerika, op Brits initiatief opgericht. Het eerste hoofdkwartier werd gevestigd in Parijs en later verplaatst naar Brussel. De Britse Lord Ismay werd de eerste secretaris-generaal. 1952 tot 1957. Van hem is de bekende uitspraak dat de NAVO tot doel had om de Sovjet-Unie. Buiten te houden, de Amerikanen binnen en de Duitsers onder controle. In 1955 werd ook West-Duitsland lid van de NAVO. Het Militair Bondgenootschap breidt zich geregeld uit en telt momenteel 30 leden. Na het einde van de Koude Oorlog en de ondergang van de Sovjet-Unie in 1991 breidde de NAVO haar oorspronkelijke doelstelling van Defensieorganisatie voor West-Europa. Richting andere delen van Europa en de rest van de wereld. Hoogleraar internationale betrekking, professor Kees van der Peil wijst erop dat de NAVO als militair instrument van de Verenigde Staten meer en meer werd ingezet voor de creatie van een unipolaire wereld onder leiding van de Amerikanen in een duidelijk hiërarchische relatie. Korea is een Amerikaanse kolonie, Aldus van der Pijl. De NAVO breidde niet alleen in Europa oostwaarts uit richting de Russische grenzen, maar werd ook betrokken bij westerse militaire operaties buiten Europa, in onder meer Afghanistan, Irak, Syrië en Libië. Amerika profileerde zich met steun van andere westerse partners tot de mondiale politieagent. In feite beschouwt van de Peil de Russische invasie in Oekraïne als de transitie van die unipolaire wereld naar een multipolaire wereld. Maar in die multipolaire wereld streeft de NAVO nog wel naar mondiale expansie. De in Nederland geboren Amerikaanse politieke stratege Ivo Daalder schreef een belangwekkend artikel onder de titel Global NATO in het gezaghebbende Amerikaanse blad Foreign Affairs in 2006. Daalde werd na de verkiezing van Obama in 2008 VS-ambassadeur bij de NAVO en daarna voorzitter van het Chicago Council in Global Affairs. In het artikel schetst hij perspectieven voor een globale toekomst van de NAVO. De Amerikanen hebben vanaf de Tweede Wereldoorlog de infrastructuur opgebouwd voor die NAVO-expansie. We leven wereldwijd in een Pax Americana met 750 militaire bases in 80 landen. De Amerikanen hebben in totaal 173.000 militairen gelegerd in 159 landen. In de verdeling daarvan klinken de vijandsverhoudingen van de Tweede Wereldoorlog door. Alleen Japan telt 120 VS-bases met 54.000 Amerikaanse militairen en Duitsland 119 VS-bases. Met 34.000 Amerikanen. De NAVO wil uitbreiden. Niet alle landen reageren positief op het aanbod tot NAVO-lidmaatschap. De Indiaanse buitenlandse minister Yashankar wees de suggestie van lidmaatschap van India resoluut van de hand. Het template van de Westerse militaire alliantie past niet bij India. India lijkt daarmee trouwt te blijven aan haar partners China en Rusland en haar toekomst te zien in vergaande politieke en economische samenwerking met de BRICS-landen. Hetzelfde lijkt te gelden voor Brazilië, dat de afgelopen jaren diverse keren vanuit Amerika de suggestie kreeg om deel te worden van de NAVO. Moet de Europese bevolking deze mondiale expansie eigenlijk wel willen? De globaliseringsambities van de NAVO betekenen in feite dat alle huidige 30 NAVO-leden via artikel 5 van de verdragsorganisatie in toenemende mate gebonden kunnen worden aan alle lokale en nationale conflicten waarin één van de NAVO-leiden betrokken is of dreigt te worden. De Europese vredesinitiatieven zouden scherper moeten kiezen voor anti-NAVO-profilering, want de NAVO lijkt met haar globaliseringsambities voor een vreedzame wereld steeds minder de oplossing. En steeds meer het probleem. Zoals oud-VN-adviseur professor Jeffrey Sachs van Columbia University het in zijn talloze commentaren op sociale media uitdrukt: NATO is making a global war. Miljarden mensen, verdeeld over honderden vreedzame volkeren in deze wereld, staan steeds scherper tegenover een Amerikaans geleide, expanderende, militariserende en globalistische oorlogsmachine. De machtigste vernietigingsmachine uit de wereldgeschiedenis dreigt steeds meer te doen waar ze ooit voor is opgericht: het nee. voeren van een wereldoorlog. De vraag is wanneer de oorlogshitsers uit de NAVO-landen eindelijk kritiek zullen krijgen.